Black Friday komt er weer aan en dat betekent vaak veel voor weinig. Maar soms lijken aanbiedingen online wel iets te mooi om waar te zijn. De politie waarschuwt daarom nu voor oplichters op het internet door zelf een neppe webwinkel te starten. Een webwinkel, maar dan een gerund door de politie. Klanten worden er naartoe gelokt via advertenties op sociale media. We hebben 4 hoofdproducten. En dat is Dyson-producten, wat veel aan trek is, spelcomputers, koffiezetapparaten en iPhones. Wie iets wil kopen en in het winkelmandje doet, krijgt een waarschuwingsfilmpje te zien. Je bent namelijk beland bij een nepwebshop. Een onbetrouwbare webshop is vaak lastig te herkennen. De iPhone kun je bij ons kopen zogenaamd voor 20% korting. Ja, laten we eerlijk zijn, dat kan nergens. Dus dat is ook een beetje de les die we mee willen geven. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo. De nepwebwinkel is alleen als waarschuwing bedoeld. De politie slaat naar eigen zeggen geen persoons- of computergegevens op van de koopjesjagers.